zuurlinkse deugers worden met de dag gekker. Zoals jullie weten wil Faber een noodwet om illegale, criminelen en uitgeprocedeerde asielzoekers zo snel mogelijk uit te zetten. Maar ze wil ook borden rondom asielzoekerscentra zetten om duidelijk te maken aan asielzoekers dat ze vroeg of laat terug moeten. Dat ze niet kunnen blijven in lui-lekkerland. En dat is tegen het zuurlinkse diversity pain. Zuurlinks heeft geen argumenten meer. Dus ze pleiten er nu zelfs voor om minister Faber kaal te scheren. De demonisering slaat aan. En dit is gewoon een soort nieuwe Volkert van de G. Wat willen die linkse deugers nou? Willen ze meer criminele en illegale asielzoekers? Willen ze meer onveiligheid? Willen ze meer woningnood? Willen ze dat statushouders voorrang krijgen op woningen en budget krijgen voor de inboedel? Terwijl Nederlanders 10 jaar of langer moeten wachten? Willen ze dat asielzoekers worden opgevangen in hotels, terwijl veel Nederlanders noodgedwongen in de auto of op straat moeten slapen? Waarom, in hemelsnaam, waarom haten deze mensen hun eigen land en hun eigen volk zo ongelooflijk diep?